President Santokki wil een sterke klad. Suriname maakt duidelijke statement met revisie biodiversiteitsstrategie en actieplan. En politieagenten protesteren tegen doodcollega's. Goedenavond, het is vrijdag 27 januari 2023. Mag ik uw aandacht voor het STVS-journaal? Wij als regering willen een sterke klad en rekenkamer hebben in Suriname. Dit gaf president Chandrika Persat Santokki vandaag aan tijdens de 50-jarige viering van de Centrale Landsaccountantsdienst KLAT. Als we kijken hoe er met onze staatsmiddelen is omgegaan de afgelopen periode, kun je je afvragen hoe dat heeft plaatsgevonden, stelt het staatshoofd. We stonden er allemaal bij en we keken ernaar en we zijn allemaal bang goed geworden. Dat zo. Waar dat allemaal mee? De vraag is, hoe moeten we zulke zaken voorkomen? Dat dit nooit meer gebeurt. En terecht, zegt de minister, het gaat om de versterking van die instituten. Het gaat erom dat die instituten effectief moeten functioneren. Het is makkelijk gezegd, maar soms worden juist instituten afgezwakt door politiek en door bestuur. En wat we net gehoord, een van de dieptepunten, dat een directeur ontheven moest worden. De KLAT werd opgericht op 1 januari 1973 en valt onder het ministerie van Financiën. De dienst heeft tot doel de deugdelijkheid van de financiële verantwoording en de doelmatigheid van het beleid te controleren van de overheden, openbare nutsbedrijven en parastatale lichamen. Heidi Desail Simons, accountant bij de KLAT, gaf aan dat de organisatie diverse uitdagingen heeft gekend. Het werpen van accountants is altijd een hoofdbreker geweest. Na het vertrek van de eerste twee directeuren fungeerde accountant Rudy Roosevaal extern als accountant van de KLAT. Dit heeft geleid tot het laten opleiden van twee medewerkers in 1984 in Amerika tot accountant. Eén keer de druk om de klet te versterken, echter was het voor korte tijd. In 1996 kreeg de klet ondersteuning van de Nederlandse organisatie VB Accountants en gedurende een aantal jaren werden drie accountants aan de klet uitgeleend. In 2004 via het Stadfonds. En in 2011, via het sectorfonds, zijn ook een aantal accountants beschikbaar gesteld aan de KLAT. In januari 2010 heeft de KLAT ervoor gekozen aan eigen kweek te doen. En vier KLAT'ers zijn gestart met de opleiding tot accountant. Inmiddels zijn drie afgestudeerd en twee zijn thans werkzaam bij de KLAT. Volgens de KLAT-directeur Gerald Santu zal de KLAT zich ook sterk maken in zaken de ontwikkelingen in de olie- en gassector. De KLAT moet met zijn maatschappelijke ontwikkelingen meegaan. We zien allerlei maatschappelijke ontwikkelingen op ons afkomen van schaalvergroting, met name schaalvergroting van de openbare financiën van de staat Suriname. Als we alleen maar kijken in de toekomst van de oil en gas van Suriname, dit zal ongetwijfeld gepaard gaan met een grote impact op de openbare financiën van de staat. En dus met een grote impact op de KLAT als organisatie om ook deze ontwikkeling het hoofd te kunnen bieden. Ook de KLAT staat daarom niet stil in haar ontwikkeling. De bedoeling is dat de KLAT moet verworden tot een moderne auditorganisatie die alle ontwikkelingen en uitdagingen het hoofd kan bieden. Minister van Financiën en Planning Stanley Ragubasing pleit ervoor dat de adviezen die de KLAT aandraagt verplicht gesteld dienen te worden. Dat adviezen van accountants, of ze nou van de KLAT komen of particuliere accountants, als die gegeven worden aan staatsinstanties of welke instelling dan ook, dat die adviezen als verplicht beschouwd worden. Dat ze verplicht behandeld moeten worden. Dat daar iets mee gedaan wordt en dat het niet is het volgende rapport dat in de lade verdwijnt. Tot slot gaf de president aan de jarige KLAT aan dat de organisatie proactief moet zijn. Dus 50 jaar directeur KLAT zie ik als een mijlpaal
al wel op een kruispunt met nieuwe uitdagingen, waarbij van klad vraagt en de leiding van klad vraagt professionaliteit, proactief optreden, vooruitdenken op basis van de crisis die zich aandient en de impact en hoe klad daarop gaat inspelen, maar ook leiding nemen in financieel toezicht. Naar alle financiële sector leiding nemen en leiding geven. En geen passieve houding en geen afwachtende houding, maar neem leiding. Take leadership, express leadership. Heel belangrijk is ook voor de integriteit van klad. Want we kunnen nog zoveel investeren, maar alles draait en valt om integriteit. Met name van de organisatie, met name van de onderzoekingen en met name van de onderzoeksresultaten. Suriname is een van de eerste landen die haar Nationaal Biodiversiteitsstrategie en actieplan aanpast naar de richtlijnen van het Global Diversity Framework. Volgens Silvano Tjonahing, minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu, maakt ons land hiermee een duidelijke statement. Daarbij hoort ook nieuwe nationale milieuwetgeving die ontwikkeld zal worden en er zal actualisering plaatsvinden van bestaande milieugerelateerde wetten, in het bijzonder ten aanzien van beheer en behoud van biodiversiteit en ecosystemen. Met het project dat wij vandaag aan u voorleggen, dames en heren, is Suriname een van de eerste landen ter wereld die meteen in reactie op de nieuwe GBF haar Nationaal Biodiversiteit Actieplan zal herformuleren. Op 19 december 2022 hebben 196 landen die partij zijn bij het Biodiversiteitsverdrag het Global Biodiversity Framework aangenomen. Dit gebeurde in Montreal, Canada. Dit raamwerk zal van invloed zijn op de manier waarop landen de biodiversiteit voor toekomstige generaties beschermen en behouden. Het raamwerk vervangt het VN-strategisch plan voor biodiversiteit 2011-2020, waarvan niet veel terecht is gekomen. Een groot deel van onze biodiversiteit gerelateerde wetgeving dient daarnaast gemoderniseerd te worden, waaronder de wet bosbeheer, jachtwet en zeevisserijwet en nog een scala van andere wetsproducten. In dit kader dient niet alleen gelet te worden op de institutionele capaciteit en wetgeving, maar meer nog in het bijzonder zullen politieke denkpatronen moeten worden doorbroken en zullen wij met z'n allen en met een open mind de taakverdeling onder de overheidsinstanties op de operatietafel moeten leggen. De vorige nationale biodiversiteitsstrategie dateert van 2006 tot 2020. Het actieplan van 2012 tot 2016. Voor de revisie is het van eminent belang dat de acties realistisch en uitvoerbaar zijn voor de komende 5 jaar. Het ministerie van ROM heeft hiervoor ondersteuning gehad van de Suriname Conservation Foundation. In het meerjaren ontwikkelingsplan is aangegeven dat behoud van biodiversiteit hoge prioriteit geniet. Maar gelet op de beperkte capaciteit van de uitvoerende instanties kan Suriname niet over het gehele grondgebied effectief controle en toezicht uitoefenen. Het opbouwen en versterken van de institutionele capaciteit is belangrijk om beleidsgericht onderzoek, regulering en controlerende functies te vervullen. Er worden door het Viskeuringsinstituut VKI analyses gemaakt over het gebruik van rattengif de afgelopen periode in de rijstvelden te Nikeri. In het rijstdistrict werd midden december 2022 melding gemaakt van een rattenplaag binnen de rijstsector. De minister van de Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, Permanent Saudien, heeft voor de aanvang van de Raad van Ministers RVM afgelopen woensdag aangegeven dat er binnenkort weer een bezoek wordt gebracht aan de landbouwgronden in het district. Ik kan u geruststellen dat er geen residuen van
van de rattengif is gevonden in de vis, het water. Er zijn wel wat residuen gevonden van andere chemicaliën, maar jullie ook hier weten. De hele rijstboom gebruikt chemicaliën, alleen ook. Dus nu zijn we bezig aan te gaan van wanneer kan het dateren die residuen welke gevonden zijn. Vorige week is een team van de universiteit in Nigeria gegaan. En zij zijn iets met een milieuonderzoek in relatie tot gebruik in chemicaliën. Dus dat loopt ook. En er zijn volgende programma's waarmee we in Nigeria, of tenminste die uitgezonden worden in Nigeria. Het zijn researchprogramma's. En dat gaat natuurlijk ook mee bij de bewustwording van de boeren zelf. Volgens Sildien is er een strak programma op touw gezet door een samengestelde commissie tijdens de periode van de rattenplaag. Samen met de boeren is er gewerkt aan een oplossing voor dit probleem. Het veiligstellen van de landbouwgewassen en de gronden is door het ministerie voorop gesteld. De rattenplaag is onder controle, bevestigt de minister. We zijn er binnenkwam over de rattenplaag. Zijn we onmiddellijk naar het werk gegaan in de kliniek. Ten eerste is de commissie samengesteld met diverse sanitaiten. En die hebben heel thuis uit. Ten tweede, we moesten onmiddellijk wat acties ondernemen. Verder hebben we ook de juiste rattengif opgestuurd van de boeren, welke er versterkt is. Je ziet nu dat de plaag langzamerhand teruggaat, maar de boeren hebben voor die wel schade geleden. Het weer in Suriname is meer en meer aan het veranderen. Het is momenteel winter op het noordelijk halfrond en Suriname ervaart de effecten daarvan. Januari is de periode van de kleine regentijd, wat betekent dat we als gevolg van de overheersende noordoostpassaatwinden veel lagere temperaturen kunnen verwachten. Dat er lage temperaturen zijn, is eigenlijk niks nieuws voor Suriname. Dit zegt Lorenzo Casmani, operational weather forecaster van de Meteorologische Dienst Suriname, MDS. Casmani geeft aan dat het wel mogelijk is dat het weer kouder kan worden in de komende maanden. Wat er de afgelopen dagen heeft voorgespeeld is met name de aanwezigheid van een koufront. Zo'n koufront is een scheidingslijn waarbij wanneer je voor je scheidingslijn koude lucht hebt, je sprak van een koufront en wanneer het warme lucht is, je sprak van een warm front. Momenteel is zo'n koufront al aan het oplossen, dus we hebben minder sprake van koude luchtmassa naar Suriname toe. Wat betekent dat we voor deze periode wel lage temperaturen kunnen verwachten, maar in geval van extreme lagere temperaturen zeg ik dat de kans zich wel kan voordoen indien zo'n systeem weer voor onze kust bereikt, zeg maar. In het jaar 2022 hadden we veel te kampen met de extreme La Niña gevallen. Bij een La Niña zijn de zeewatertemperaturen in een deel van de Stille Oceaan nabij de evenaar lager dan gemiddeld. Door een sterke passaatwind komt meer koud water uit de diepe oceaan aan de oppervlakte. Dit veroorzaakte zware neerslag in boven Suriname, waardoor de verschillende dorpen die dicht bij het stuurmeer lagen, onder water liepen. De aanhoudende regens hebben ervoor gezorgd dat veel gemeenschappen in het binnenland, maar ook langs de oostgrens van Suriname, veel wateroverlast hadden. De meteorologische dienst probeert de gemeenschap vroegtijdig te waarschuwen. In het jaar 2023 zal dit middels de oproep van de Early Warning System geschieden. We zijn nog in die fase om het te implementeren en we kijken waar we eigenlijk kunnen verbeteren en met hulp van eigenlijk de mediahuizen onze bijdrage kunnen leveren. De Early Warning System is om op tijd de gemeenschappen te waarschuwen van een bepaalde calamiteit. Het kan zijn zware neerslag, het kan zijn rukwinden. En middels bepaalde systemen, communicatiesystemen, dit naar alle, naar alle gemeenschappen toe te verspreiden. Tot zover het Nationaal Nieuws. Na de reclame volgen de internationale berichten.